yummy. Oh, shit. Then I'll go. Ja, die camera loopt ook. Oké, dames en heren, het vrees, zet jij hem ook aan? Welkom bij de aanloop naar de Stelvio. Vanaf hier is het dus bochtjes draaien. Ik zou zeggen, hou afstand. Bochtjes draaien, draaien, bochtjes draaien, draaien. Aha. Zo, moest zelf even inkomen, zag je dat? Alsof ik hem gewoon niet rond kreeg, zeg maar. Nee, inderdaad. Dat komt wel aan met je stof zo, die ik ook werken wel. Hij is vrij voor zover ik kan zien. Er komt een auto aan. Blijf buiten. Het is te aanlopen, dit is nog niet stil weer zelf, toch? Ik heb zo met. Pas erom, kijk, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik, maar dat is de Italiaanse naam, niet van. Oh. Simons, joh, dat zou best wel eens te pas kunnen zijn, namelijk. Maar goed, daar gaat het in. Ga lekker rijden. Dat is het belangrijkste. Gewoon genieten van het mooie stukje. Zeker. Oh, rustig aan hier. Nieuw asfalt. Bah. Ja, zeker. Daar ga ik niet doorheen, dus hier. Ik ben Eddie. Hey. Ja. De vaar is vrij hoor, dus kom maar door. Gaat ie? Ja, absoluut. Ga rij lekker je eigen tempo inderdaad, dat doe je goed. Ja. Auto, voor de zekerheid. Okay. Twee stuks, maar.
van dat deel van gemaakt, dus waar ruikt het naar? Hup, juist. Ik mag hopen dat dit niet de Stelvio is. Wat? I don't know, we hebben geen bochten gehad. Ja, nee, dat is dus wat ik bedoelde. Oeh. Stelvio is lang en oké. Wat had het ook weer? Iets van 48 bochten of zo? Afhankelijk van welke kant je begint is het 40 of 48. De ene kant op de ene en de andere kant op de andere kant. Ja. Kijk, dit is meer het... Hoe kun je 8 bochten mislopen? Omdat je dan in een soort ei-sprong komt. Oh, aan de ene kant van de weg, aan de kant van de berg. Twee tieten en envelop. Als hij wat dichterbij is. Die rijdt volgens mij sneller dan wij. Anders laat hem hier even voorbij. Kom dan. Ja, rijden. Oh, we fly hard. Ik heb ergens op het twijfel dat dit allemaal is hier. Daarom zeg ik, dit is nog niet de Stelvio, hoor. De aanloop naar de Stelvio. Ja, precies. Nee, je ziet alleen de geëikte foto van boven natuurlijk. Ik bedoel, ja, nee, er is nog geen boven. Nee, precies. Zo hoog zitten we nu nog niet. Nee, dat klimmen, dat komt pas op het laatste stuk. Ja. Dat komt gewoon mooi zijn. Nou ja, daar komt ie. Auto. Ja! Ik heb mijn adem ingehouden. En nu dan weer. Oh, lekker cool hier. Dat was lang. Ik ben nog wat langer dan ik dacht. Thank you.
Oh, dat is best donker met je zonnebril op. Ja. Ja, hoe durf jij te praten midden in de tunnel? Ik duw me adem wel in. Dat is uitgaande lucht. Ja, dat snap ik. Ken je dat ook? Het gevoel dat je moet hoesten terwijl je adem inhoudt? Ja, dat heet dan. Zijn we er al? Oh. Pijn. Nou, ik moet zeggen, doordat we wat vaker stoppen, heb ik minder last van mijn kont. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Nou. Ik kom door amateur stoppen en ik ga zitten. Maar ik voel hem wel. Nou, ik voel hem echt helemaal niet. Nou ja, dat heb ik ook een beetje. Ik merk wel dat hij er is hoor, maar het is niet dat pijnlijke wat ik voorheen had. Dat we zo lang doorreden. En dat lang doorreden, dan heb je vergeten dat het door te zetten. Dat is niet echt. Aan de ene kant begin ik aan mezelf te twijfelen of ik wel de Stelvio erin heb gezet, maar dat zal toch wel. Dat hebben we toch samen, we zitten bekijken nog wel. Ja. Ja toch? Voor mijn gevoel zit ik goed hoor, maar... Ja. We hebben het gewoon gezegd. Ja, dan nog vind ik het een heerlijke dag en leuke bergwegjes, maar ja... Ik ook. Ja. Vind ik lief dat jullie dat zeggen. Moet ik ook zeggen, de keuze tussen dat bruine kriepelhok en dit is natuurlijk wel... man, wat een rothok is dat zeg. Ja. Vrachtwagen. Oh. Prachtwagen. Nee, vind ik niet. Ik hoop dat je niet misselijk wordt achterop het IJsland. Nee. Nee, het is meer, omdat ik vaak in z'n één zit, hoppelt hij nogal heel erg. Ja, dat bokken inderdaad van die motor. Als je, ja, nou ja, dat leer je nog wel als je zelf gaat rijden. Dat is nog zo'n ding van zo'n voordeel van de motor. Is dat je constant let op de weg. Dus ik word hier niet wagenziek van. Oké. Maar je hebt ook niet echt een keuze. Ook. Kijk, als je een bocht op gaat, dan moet je hele lichaam meewerken. True.
Ja, dat wel, maar... Je snapt wat ik bedoel. Ja, ja. Nou, dat is nog wel door. Ja, oh. Dat is niet weet. Nu. Nu. Kijk daar eens. Ja, ja. Is dat niet de Stelvio? Dat denk ik wel, ja. Ja. Fuck. Ja, hi. Fuck. Wat? Harder dan ik al niet gewoon. Jezus. Dat is hem toch of niet? Ja, dat is hem. Ik kan bijna niet. Ik kan niet meer. Dat kan niet anders. Niet zo, anders kan. Nou, dan heb je niet de ziekenvereniging, maar dan vind ik het ook goed. Ga auto aan. Yep. Nou, park. Daar gaan we. Ga oh, daar. Ja. Succes met tellen dan, Vrij. Ik ook niet. Nou, daar gaan we. Al. Zo, is dit dan officieel al de Stelvio, hè? Dus ik kan wel beginnen met tellen, maar... Oh, hi. Oh, hi. Still a piece of garbage. Hell yeah. Hell yeah. America. Fuck yeah. Ja, dat klopt, maar dat hebben we de hele tijd al een beetje, dus. Ja. Oh, ze hebben er linksaf, hè? Oh, wauw. Oh, nee. Wel? Nee, toch? Nee. Ja, toch? Nee. Nee. Ja, maar de links daarna. Ik dacht even, dat gaat daar vanaf. Nee, nou, nee. Wauw, mooi dit, zeg. Amerika. Yeah. Rij maar langzaam, we hebben rood licht. Vroom. Roadwork ahead. Yeah, I sure hope it does. De vraag is wanneer wordt het groen? Wel, nee. Waarom staat die camera nou eruit? Ja, nee, maar we stonden dus stil in de zon, dus ik maakte... Ja. Ties, wil je kijken of mijn camera doet? Ja. Thanks. Auto. America! Yeah! Ik zet het nog steeds verder. Ja. En zij komen echt van de Stelvio af. Wauw, kijk eens. Bergen! Ja. Amerika. Yeah. No. Ik wilde een Jojo No doen, maar dat lijkt me niet zo slim. Dan krijgen jullie weer een earwave, zeg maar. Wat? Jotaro. Yes, 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 yes. Ga of stilstaan of aan de kant. Weet je, Ja. Ja, maar bij jou.
Ja, dat is het. Yeah.
is hier heel koud. Kom niet daaruit. Ja, gaan we? Yep. Even wachten. Ja, kom maar. Oh, stop. Na deze auto is die vrij. Na deze Audi, ja. Kijk uit voor de hond. Oh, pijn. En tol. Hebben jullie al een vignet? Oh, jammer. Zullen we die motor gelijk voorbij laten? Ja, dat wordt mijn camera ook aan. Ja, wat? Ja, doe maar hè. Oh, lekker. Yeah. Geniet ervan, zou ik zeggen. Ik schrok er eerst van, ik denk, wat de hel gebeurt hier nou weer? Ja, natuurlijk.
maar een hele plat. Nou kom ik over de berg en niet langs. Ja, maar ik had van liefst er al eentje in mijn neus nam. Ja, dat vond ik een beetje kut voor jou, dus. Dit is niet te stel voor jou. Nee, dat doen we morgen. Morgen? Ja, hij zit er morgen in. Waar gaan we heen dan morgen? Ja, we moeten nog een overnachtingsplekje vinden. Ja. Maar de Stelvio zit erin. Maar ik dacht dus, we moeten onderweg naar huis en dan gaan jullie naar de Stelvio? Ja, ja, dat is ook richting huis. Of nou naar Frankrijk. Ja, ja. We moeten nog twee nachten overbruggen. Dus ja. Tegenliggers, veel. 90ers. 90ers. Toch is dit wel heel erg mooi. Mijn camera was helaas dood door de lege batterij. Ik weet niet wat hij opgenomen heeft. Ik heb net de batterij gewisseld. Hallo? Ja, hallo. Waar blijf je? Ja, 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 ja. Vrij, 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 vrij. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Oh, dit is gaaf, zeg. Dit is wel super gaaf, zeg. Ik vind dit 10 keer mooier dan met die bossen erbij. Het is dat we nu ook dichterbij komen, maar dat is dan ook, dat vind ik wel jammer eigenlijk. Waar komen we dichterbij, het is? Bij de bossen. Oh ja, ja. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ik vind het zonder bossen bij jou zo mooi. Koeien! Bro, Frey, jullie praten meer dan wij. Nou, nee. Jawel. Letterlijk dat hele stuk waarin je het misschien zelf niet gemerkt hebt, hebben wij dus gekraak hoort. Is die motor jou voorbij of zit die achter je? Ik heb geen idee of ze wat zeggen of niet. Nou, dat komt zo goed. Wauw, dat is dit gaaf, zeg. Kijk eens even. Maar ik snap wel wat die zei net. De bomen, dat vindt hij wel mooier. Nou, juist niet. Oh, juist niet? Ja. Oh, sorry. Dus je vindt dit mooier dan tussen de bomen? Ja. Ah, sorry. Dan begreep ik je verkeerd. Ik weet niet. Ja, nee, dat is wat wij hoorden van jullie. Ja, maar dat heb je ook als je niks zegt. Ja, nee. Ja. 2105 meter. Met die bomen en zeg maar zoals dit, dan vind ik het te veel, zeg maar. Duitse heuveltjes, Zwitserse heuveltjes, letterlijk waar we zijn, zeg maar. En dat vind ik altijd een beetje uitzien alsof je dan maar gewoon een kop melk gaat drinken en gewoon weer doorloopt, zeg maar. Maar dat soort vibes krijg ik ervan. Ja. Like, je luistert naar Duitse volkmuziek, weet je.
En dan je drinkt een kop melk en je bent weg. Dat is het. Er is hier een museum, grappig. Voor motors. Ja. Motorradmuseum. Die was er ook lekker bij het hotel. Oké. Hotelrestaurant geöffnet. Ja. Oh, het is ook een tol. Oh, het is wel de rest in tol. Yep. Hebben jullie wel een vignet? Ja, dat hebben we. Maar dit is wel anders, denk ik. 15 euro? What the fuck? Zwaai maar. Ga je even mee betalen dan? Ja, natuurlijk. Dank je. Hoi, hoi. Ja, nee, dus ik moet het gewoon nog aan het oh! Ja. Oké. Zo, oké, let's go. Mag ik ook even mijn hand voor nou? Ja. Moet je nog foto maken? Nee, geen idee waar we nu zijn. Oh, wel ergens mijn grote oranje helm. Kijk eens dit. Aha. Goed, wat hebben we hier? Want waarom hebben we betaald? Geen idee. Ja, oké, dit is gewoon een blijkbaar iets van motoren. Hier. Oh, gaan oh, dat is die route die Ralf zei dat ik moest gaan rijden. Oké. Okay. Nou, oké, ik moet die ook Ralf gaan checken. Check. Goed, gas erop. Kijk, hey. Yep. Ja. Ben je zover? Jo. Nou, ik zie dat toch nog iets te richten. Lekker door. Wat hebben we nou gedaan, zei jij? De hoogapenstraat. Wat is daarmee? Dat is wat we nu gaan doen. Ja. En dat is dan verrukte ding, maar zo'n een beetje hetzelfde, maar dan anders. Oké. Okay. Het was een hotel. Oh, daar staat. Nee, hold it. Nee. Mijn brein met deze pressure. Nee, ik heb al niet zo lang tijd. Nee, ik snap het. Nee, dat heb ik wel zo. Nee, dat niet uit de brein. Je had toch last van je longen? Ja, met die kou net boven had ik echt last van mijn longen, ja. Hoe is het nu? De temperatuur loopt. Ik heb minder last van de wind. Dus die pijn onderin, achterin, dat is weg. Maar gek genoeg was ik op zoek naar mijn saturatiemeter. Denk ik even meten. Maar ja, die had ik niet bij me. Ja, thuis. Oh ja, shit. Nou ja, overstaan. Hey, dus daar kan je van je films, kan je daar stils van maken, zeg maar? Ja. Pauzeren. Nou, ik kan toch gewoon een screenshot maken, dat doe ik toch ook voor mijn Ja, voor de thumbnail. Ja, precies. Nee, kan je camera aanstaan. Er is no way dat we in Polen zijn, maar waarom zijn we in Polen? Nee, in Polen. Was het Polen vandaag? Jop. Kijk even naar je navi. Kijk al. De versnelling was een beetje te veel, maar het goede. Kijk hier naar beneden alsjeblieft. Voor zover ik kan zien is die vrij. Ja. Jop, er komt wel een auto aan in de verte. Waar ben je nog wel? Oh, die gaat daar weer terug, gebouw. Wat is dit voor gek af? Ah, daar lijkt het een beetje verder naar. Een bus. Yes.
en een auto. Daarom moet je in de buitenbocht blijven in dit soort dingen. Yes. Helder water. Ja, maar let alsjeblieft op de weg, want... Nou, lekker is de twee naar beneden rollen, heerlijk. Nou, dan zeg ik, we hebben allebei een andere versnellingsbak. Komt de auto aan? Ja. Netjes wel, netjes. Er was gesproken uit, maar niet met weinig onderlost, maar. Ja. Snelheid terug naar 50. Ik zag niks aankomen. We houden rechts aan. Lekker bochtie! Hij is vrij. Nou, waarom je hier dan 15 euro voor moet betalen? Ja, dat vind ik ook een beetje overdreven. Ja, misschien juist om allemaal een keer uit voor de steen. Wow. Steen? Steen. Nou, Free. Moest je die nou per se van de berg afgooien? Misschien om alle motorrijders een beetje te weren hier zo.